Mijn naam is Mirjam Coret. Ik heb de afgelopen jaren bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam het veranderingsproces begeleid. Dit videocollege gaat over de vragen: wat betekent het om te werken vanuit de bedoeling voor je eigen handelen als bestuurder? En wat zijn de voorwaarden om samen met je medewerkers dit veranderingsproces te kunnen starten? Ik ben Erik Gerritsen, oud-bestuursvoorzitter van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en tegenwoordig secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Toen ik begin 2009 als bestuursvoorzitter begon, is het eerste wat ik deed is de interim manager die er even zat vragen om nog wat langer te blijven zitten en me als het ware helemaal onderdompelen in de praktijk. Dus ik ging overal op werkbezoek, op alle locaties, bij alle teams. En de eerste vraag die ik dan al gelijk kreeg was: wat was het format van het werkbezoek? En toen zei ik van: dat bepalen jullie zelf. Dus bepalen jullie maar wat ik te horen moet krijgen en wat jullie mij willen laten zien. Dus daar begon ik mee. En eigenlijk in al die gesprekken stelde ik steeds weer de vraag: wat wordt het kind hier beter van? Wat wordt het kind hier veiliger van? En daarmee dompelde ik mij eigenlijk onder in waar het eigenlijk over ging. Dus het is ongelooflijk belangrijk, denk ik, dat je als bestuurder direct contact maakt met de werkvloer. Praten met je professionals, mee op werkbezoek, gesprekken met cliënten en echt voelen wat de praktijk is. Het zelf ervaren wat de praktijk is van het soort werk waar je dan verantwoordelijk voor bent. En om dan één voorbeeld te geven van hoe dat dan ging. Want het waren niet alleen maar de werkbezoeken bij de teams, maar het waren ook constant gesprekken overal en overal en nergens. Dat op een gegeven moment liep ik weer eens, zoals wel vaker, over de gangen. En ik keek een kamertje in, toen hadden we nog kamertjes. En ik zag daar twee medewerkers, daar een beetje bezorgd met elkaar in gesprek. En ik liep naar binnen, ik zeg: joh, mag ik even bijkomen zitten? Ja, dat is goed. Ik zeg: vertel eens, waar gaat het over? Ja, we hebben een hele ingewikkelde casus van twee ingewikkelde jongetjes van 12 en 13 broertjes uit een heel belast gezin, psychiatrisch verslaafde ouders, die al een geschiedenis van vele mislukte plaatsingen in de jeugdzorg achter zich hebben. En we hebben ze nu tijdelijk op een zorgboerderij kunnen plaatsen. Maar daar is eigenlijk geen geld voor, want dat is heel duur. En dat is met tijdelijk budget gegaan van de Stadsregio Amsterdam. Dat was toen onze opdrachtgever. Maar het is maar voor 6 maanden. En we hebben nu nog 2 maanden, dan loopt het af. En dan moeten we een reguliere oplossing vinden. Ik zeg: nou, waarom kijkt u dan zo bezorgd? Ja, we hebben nog steeds de goede oplossing niet. Ik zeg: waar denk je daarna? Ja, aan de ene kant kunnen de kinderen naar Spirit, dat is meer de jeugdzorg. Maar ja, dan krijgen ze weer geen jeugdpsychiatrie. Of ze kunnen naar de bascule, maar dan, dat is de jeugdpsychiatrie, maar dan krijgen ze geen jeugdzorg. En eigenlijk willen we dat ze dat allebei krijgen. Ik zeg: ja, nou, en wat doen jullie dus? Ja, lastig, want wat we willen is er niet. Ik zeg: hoezo niet? Hè? Van ja, dus wat ga je dan doen? Ja, waarschijnlijk wordt het dus of Spirit of de bascule. Ik zeg: weet je dan, wat gaat er dan gebeuren, denk je? Want hoe lang werken jullie al bij toen nog bureau jeugdzorg? Ja, we werken hier al 10 of 15 jaar. En wat denk je dat? Heb je dit soort zaken vaker gehad? Ja, vaker aan de hand gehad. En welke beslissing nam je dan? Ja, dan propte je uiteindelijk, maar dan koos je voor de minst slechte oplossing. Die voorhanden was. Ik zei: wat gebeurde dan? Ja, die mislukte bijna altijd. En zo probeerde ik steeds, maar was best confronterend, door te vragen van: jongens, het moet er toch uiteindelijk om gaan dat kind daar beter van wordt, dat die kinderen daar beter van worden. Nou, en op een gegeven moment, ja, dat werd wat ongemakkelijk. Ik zeg: maar schrijf nou gewoon eens op. Kunnen jullie formuleren? Jullie zijn professionals. Ik niet. Ik ben maar een simpele politicoloog. Jullie hebben ervoor gestudeerd. Jullie kennen die kinderen goed. Vertel mij nou eens, wat hebben ze nodig? Ja, dat heeft geen zin, Erik, want dat bestaat niet als aanbod. Ik zei: nou, kom op, doen eventjes gewoon definiëren wat er nodig is. Nou, kleinschalig, prikkelarm en een hoge ratio begeleider kinderen. Ik zeg: oké, nou, dan gaan we dat toch regelen. Ja, dat is veel te duur, Erik, dat is er niet, dus dat gaat te lang duren. Ik zei: nee, kom, wacht nou even. Ik neem jullie serieus in je professionaliteit. Laten we nou samen eens gaan kijken wat er gebeurt als we dit gaan proberen te realiseren. Dus schrijf het op en ik ga naar die Stadsregio en ik ga vragen om dit voor ons te regelen en daar ook het geld bij te regelen. Nou, ze keken me zo'n beetje mee waar aan van: nou, dat gaat hem nooit lukken. En ik liep al weg en toen schoot me nog te binnen een vraag die we in die tijd te weinig stelden. Trouwens, even nog: hoe gaat het nu met ze? Hoe gaat het met de kinderen? Een vraag die veel te weinig meer werd gesteld. En toen zag je ze opbloeien. Ja, het gaat eigenlijk geweldig. In die zorgboerderij zitten ze helemaal op hun plek. Ik zeg: maar pardon, jullie zeiden me net dat dat aanbod er niet was. En het is er dus wel. Dus waarom laten we ze niet zitten? Ja, nee, maar Erik, dat is te duur. Ik zeg: als dit wat jullie betreft de beste oplossing is,
En als jullie me ook vertellen dat als we voor die andere oplossing kiezen, die goedkopere oplossing, dat ze er dan weer uit gaan klappen. En dat er uiteindelijk veel leed wordt veroorzaakt en dat we daar heel veel geld aan uitgeven terwijl het geen zin heeft. Dan gaan we dit toch gewoon proberen. Dan moet dat toch mogelijk zijn om daar die stadsregio van te overtuigen. Nou, lang verhaal kort. Dat lukte natuurlijk om die stadsregio ervan te overtuigen. Lang verhaal kort. Er kwam ook nog een zusje wat in de crisispleegzorg was gestopt. Naar boven gedurende het proces. En uiteindelijk hebben we deze drie kinderen, dat hadden ze tenminste elkaar nog, op die zorgboerderij kunnen laten zitten. En toen hebben we het ook nog eens uitgerekend uiteindelijk. En toen bleek het ook nog goedkoper. Weliswaar van het ene potje wat meer en het andere potje wat minder. Maar het was op te lossen. Nou, en dit soort gesprekken had ik permanent. Want dit is maar één voorbeeld. Ik kan nog 1000 anekdotes hierover vertellen. En wat het mij dus leerde was, dat ik zag twee dingen. Ik zag ongelooflijk betrokken professionals die als het ware gevangen zaten in een manier van werken die ze jarenlang hadden opgebouwd. Ze konden niet meer zelf standig tot onorthodoxe oplossingen komen, terwijl ze wel wisten wat die oplossingen waren. Die had ik nooit kunnen verzinnen. En ik kreeg dus een heel goed gevoel over wat het werk was, hoe de professionals erin zaten en waar het hem dus aan schortte en waar we dus aan moesten gaan werken om op te lossen. Dus als je zo'n beweging wilt krijgen, als je zo'n beweging wilt realiseren, dan is de eerste stap die je als bestuurder zet, is de stap die je zelf zet. En dat is contact maken met die werkelijkheid, contact maken met de praktijk en dat zo vaak doen, want ik heb het heel vaak gedaan, dat je ook zo vastberaden wordt om dat te veranderen, dat er geen energie meer is en geen vergadering en geen politieke realiteit die je daar nog vanaf brengt. En stel nou onverhoopt dat je een bestuurder hebt die niet vanzelf naar de werkvloer bereid is te komen, sleur hem die werkvloer op en laat hem die ervaring constant weer doorleven. Want ook een bestuurder begrijpt het pas als hij het zelf diepgaand heeft ervaren. Nou, dan heb je dus als bestuurder je een hele tijd ondergedompeld in je praktijk. Vele gesprekken met je medewerkers, vele gesprekken met cliënten, huisbezoeken, noem het allemaal op. En dan moet je natuurlijk de beweging met elkaar gaan maken. Want als bestuurder ben je maar één persoon. Dus je moet die hele organisatie moet je mee gaan krijgen. En dat verhaal wat ik daarover wil vertellen begint eigenlijk ook weer in die eerste fase. In die fase dat ik daar met al die medewerkers permanent gesprekken voerde. En dat deed ik trouwens niet alleen, dat deden mijn collega-directeuren ook. En dan was het inderdaad constant de vraag, wat worden die kinderen hier veiliger van? Maar ik vroeg ook aan die professionals, waar heb je last van? En wat zeiden ze dan vaak? Ja, bureaucratie. Ik zei, nou geef eens een voorbeeld. Ja, contactjournaals. Ik zeg, laat eens zien dan. Nou, dan kwamen er die hele dikke rapporten, waarin men helemaal nauwgezet bijhield welke contacten men allemaal had. Ik zeg, waarom heb je daar dan last van? Ja, daardoor heb ik te weinig tijd om met die gezinnen te werken en om met die ouders te praten, ze te motiveren om het beter te doen met hun kinderen. Ik zeg, dat snap ik. Nou, en dan schaf ik hem toch af. Grote verbazing. Hoezo? Dat kan niet, zeiden de medewerkers. Echt in koor, elke keer weer, in elk gesprek, dat kan niet. Ik zeg, waarom kan dat niet? Ja, er is een protocol voor. Ik zeg, interessant, laat het protocol eens zien dan. Ja, dat hebben we hier niet liggen. Ik zeg, waar kan ik het vinden? Ja, jij bent de bestuursvoorzitter, ga even bij je beleidsmedewerkers vragen. Dus ik ging naar de 6e verdieping, daar zaten we in die tijd nog. Ik vroeg van jongens, heeft iemand het protocol contactjournaal gezien? Nou, niemand kon het meer vinden. Ik zeg, maar bestaat? Ja, zeiden ze allemaal, het bestaat. Maar hoe weet je dan dat het bestaat? Ja, dat is me verteld toen ik hier kwam werken. Nou, uiteindelijk, niemand kon het vinden. Ik heb op internet laten zetten, heeft iemand nog ergens een protocol contactjournaal? Het was natuurlijk niet te vinden. Dus ik kon even later weer terug naar de medewerkers met het goede nieuws. Er is geen protocol, er is geen verplichting. Dus we kunnen hem afschaffen. Ja, nee, maar dat kan niet, want de inspectie vraagt ernaar. De advocaten bij klachtzaken en mijn eigen manager, mijn eigen afdelingshoofd, vraagt ook altijd of ik mijn contactjournaal wel op orde heb. Ja, ik zeg maar, ik geef je rugdekking. Eén keer raaien wat dan in 9 van de 10 gevallen de vraag was die ik terugkreeg. Ik zal jullie niet lang in spanning houden. Hoe lang blijf je nog? En ik was pas net een half jaar, een jaar bezig. Dus wat je zag was, ik zeg wel eens, het boek Leidinggeven aan professionals niet doen is geschreven. Ik zou ook best het boek ruimte geven aan professionals niet doen willen schrijven, omdat ze gewoon niet meer, op een of andere manier, niet meer in staat waren om zelfs als ik rugdekking gaf, een belangrijke tip uit veel leiderschapsboeken, geef nou maar rugdekking, dan gaan die professionals wel vliegen, om dan gelijk te vliegen. Dus dat schoot me niet op. En ik denk, ja, ik kan dit soort gesprekken heel lang blijven voeren, maar dat gaat het niet worden. Dus even later hebben we toen gedacht, weet je wat, we gaan met 10 medewerkers, die stellen we vrij, de hoofdgroep, en die laten we hun eigen werk opnieuw uitvinden. Die hoeven even geen gezinnen te doen.
En die mogen in de eerste maand mogen ze dan vanuit de bedoeling, heel belangrijk, vanuit ieder kind blijvend veilig. Want dat was de bedoeling die we hadden geformuleerd voor jeugdbescherming. Door je dossiers, door je agenda, door je e-mailbox, door je processen. En dan constant de vraag stellen, wat voegt dit toe? Of wat heeft dit toegevoegd aan dit kind dat het veiliger werd? En op een gegeven moment kwamen ze nu dan kijken en grote drama's. Want er hingen al die flipovers met rood was verspilling en groen was waardewerk. En dat was 70% verspilling. Maar de medewerkers zeiden het zelf. Erik, 70% verspilling. Wij willen niet in een organisatie meer werken die 70% verspillingen doet. Ik zei, nou, wat moeten we nu? Wat moeten we nu? Want we kunnen niet meer terug. Je moet nu verder. Wij moeten het nu anders gaan doen. Ik zei, nou, prima. Ga maar anders doen. Wat dan? Ga al die verspilling maar schrappen. En vertel ons, bel ons directie, als je denkt dat iets geschrapt moet worden wat niet zou kunnen. En we hoorden maar niks. Dus we gingen als directie ze nu dan maar zelf beneden kijken. En daar waren ze allemaal. Ik zei, we zijn nu mee bezig. We zijn alles aan het schrappen. We zijn alle bureaucratie aan het schrappen. Ik zeg, geef eens een voorbeeld dan. Nou, we hebben het contactjournaal al afgeschaft. Ik zeg, hè? Contactjournaal afgeschaft? Dat kan toch niet? Want maar er is toch geen protocol? Had je toch zelf gezegd? Ik zeg, ja, maar de inspectie en je leidinggevende en die advocaten. Ach, dit heeft geen zin. Wij willen alleen nog maar doen wat nodig is. En we hebben een heel simpel gezinsplan gemaakt waarin alles staat en waardoor we veel minder aan administratie kwijt zijn en veel meer tijd hebben voor die gezinnen. Ik zeg, nou, fantastisch, ga dan maar even uitproberen. Ze hebben dat nog even uitgeprobeerd met de gezinnen. De gezinnen waren blij. En ik had 10 ontketende, herboren, hun eigen woorden, professionals. En toen dacht ik, nou, dan denkt iedereen altijd uitrollen. Hè? Uitrollen, je hebt het nu bewezen, je hebt het goed gedaan, je hebt naar je professionals geluisterd. Dan moet je natuurlijk uitrollen. Maar ik herinner me ook die gesprekken van al die medewerkers. Die zeiden van, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. En we hadden op een gegeven moment een grote personeelsbijeenkomst, waarin die 10 medewerkers, die collega's, aan hun 500 collega's vertelden wat ze dan hadden bedacht. Want die waren wel nieuwsgierig. Jullie hebben zomaar 5 maanden daar een beetje in dat levende laboratorium mogen experimenteren. En dan willen we wel eens weten wat dat heeft opgeleverd. En ik zeg, nou, vertel het ze maar. En nou, zeiden die medewerkers, zeiden die hoofdgroepers, van nou ja, we hebben bijvoorbeeld het contactjournaal afgeschaft. En die hele zaal zei, dat kan niet. En toen dacht ik, ja, kijk, je begrijpt het pas als je diepgaand hebt ervaren. Dat gold voor mij, dat gold voor die 10 medewerkers. Dat geldt ook voor al die andere collega's. Dus toen hebben we er heel bewust voor gekozen om te gaan inrollen in plaats van uitrollen. Meestal worden goede praktijken uitgerold. Hè? Je krijgt hem in 2 dagen ingetraind. En wij zeiden nee, wij moeten al die medewerkers door hetzelfde leerproces halen. Hoefde geen 5 maanden meer te duren of 4 maanden. Kon in 6 weken. Maar we hebben ze allemaal door hetzelfde leerproces gehaald. Ze gingen eigenlijk allemaal hetzelfde wiel opnieuw uitvinden. En natuurlijk kwamen er nu aan medewerkers naar me toe. Die zeiden, Erik, ik voel me belazerd. Ik zeg, hoezo? Ja, je wist allang wat ik nu bedacht had. Ik zeg, hoezo? Ja, dat heb ik nog. Ik heb met de collega's die er al eerder waren ingerold gehoord dat ze dit ook hadden bedacht. Ik zeg, ja, waarom voel je nou belazerd? Nou, dat had je me ook in 2 dagen kunnen vertellen. Ik zeg, nou, ga nog eens terug. Ga nog eens terug naar die eerste 2 dagen. Als we het je toen zo hadden verteld, was je dan net zo enthousiast en doorleefd enthousiast geweest over de nieuwe manier van werken als dat je nu was? En toen gaven ze bijna allemaal toe, nee, je hebt gelijk. Je moet het zelf doorleven en je moet het zelf doen. En mijn collega Sigrid van der Poel zei wel eens, als wij het van de directie niet zelf eerst bedacht hadden, waren zij er van de werkvloer nooit zelf opgekomen. En dat is een beetje de wisselwerking tussen top-down en bottom-up die je nodig hebt. En ook het eigenaarschap wat je wil creëren bij al die medewerkers. Want als ze het zelf bedacht hebben, dan is het van hun, dan voelen ze zich eigenaar. En dan zijn ze ook extra gemotiveerd om daar ook op verder te werken. En het aardige was dat het succes daarvan kun je aan twee dingen uitmeten. Op een gegeven moment moesten we gecertificeerd worden. En ik dacht de eerste keer een ISO-certificaat. En dat is meestal allemaal bureaucratie. Dus ik dacht zoiets van, nou, ik wil wel eens kijken waar we staan. Dus ik doe geen voorbereiding, geen project. Ik laat gewoon iemand komen, die doet zijn 13 dagen ISO-traject. En dan hoor ik wel. En dit was najaar 2013, wat hij ervan vond. En die kwam vertellen. En dan krijg je een lijstje met verbeterpunten. En dan kun je daarna aan de slag. En toen kwam hij vertellen, ik ga je certificeren. Ik zeg, wat? Dat is een... Ja, je wordt in 1 keer gecertificeerd. Ik ben nog nooit een organisatie tegengekomen waarin de visie en missie zo in de haarvaten van de organisatie is aangetroffen. Niet alleen wat ik mensen hoor vertellen, maar ook wat ik ze zie doen. Toen dacht ik, oh ja, nou, dat is dan mooi meegenomen. Want meestal zijn dat hele bureaucratische dingen die ernaast komen. En het tweede mooie moment was, nou, je ging natuurlijk regelmatig met de directie op werkbezoek. Bij de teams om weer de temperatuur te voelen. Want dat bleef je natuurlijk doen. En op een gegeven moment zie ik ineens in een vergadering zeggen medewerkers tegen mij,
van een willekeurig team. Ja, er is nieuw beleid. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Dat hebben we afgeschaft. Er was geen waardewerk. We doen alleen maar zo. En ik zat er, maar tegen mijn collega's zo van, jongens, nieuw beleid, weet jij daarvan? We hebben het nog niet in de directie gehad. We hebben er geen besluit over genomen. En eigenlijk was het natuurlijk een hele ouderwetse gedachte die mee opkwam. Want in feite zag je dus hoe medewerkers nu zelf in de driver's seat zaten van ook het nieuwe beleid. Kortom, eerst moest ik zelf snappen waar het over ging. Daarna ervoor zorgen dat de medewerkers weer gingen snappen waartoe zij op aarde waren. En toen we dat inmiddels met elkaar voor elkaar hadden en iedereen zich weer eigenaar voelde van een verandering om ieder kind blijvend veilig te krijgen. Toen ontstond eigenlijk een organisatie die ten diepste in de haarvaten overtuigd was van het feit dat ze een permanent lerende organisatie moest worden. En bleven er dus ideeën komen om permanent scherp te blijven en elke keer weer na te denken, doen we dat nog goed genoeg? Waar zit de verspilling? Waar zit het waardewerk? Hoe kunnen we die kinderen blijvend veilig krijgen?